Het is vandaag de jaarlijkse dag van de vrijwilliger. Alle vrijwilligers worden dan even in het zonnetje gezet. Dordrecht kent ruim 20.000 vrijwilligers, zoals in het museumcafé van het Onderwijsmuseum. Ik werk hier in het Horeca Café, en het Museumcafé. En uh, ik zit hier sinds uh, 2015, juli 2015. En ik ben hier gekomen uh, toen ik werkloos was. En toen uh, ben ik via Asse, dat was mijn zwemmaatje ben ik hier terecht gekomen en ik heb het hartstikke naar mijn zin. Wie vrijwilligerswerk wil gaan doen, komt al snel uit bij het vrijwilligershuis Drechtsteden. Wij ondersteunen vrijwilligers. We proberen vrijwilligers te stimuleren mensen te stimuleren om aan het werk te gaan, om mee te doen in de stad. En we ondersteunen organisaties waar vrijwilligers actief zijn om vrijwilligers te vinden, maar ook om ze te trainen. Uh, soms hebben organisaties drukwerk nodig, uh, vergaderruimte, van alles. Uh, wat maakt dat het vrijwilligerswerk uh, zo'n belangrijke functie kan hebben als het heeft in, uh, in de stad? Mensen kunnen uiteraard voor allerlei soorten vrijwilligerswerk. Als mensen het idee hebben van ik wil iets, maar ik heb eigenlijk geen idee wat er mogelijk is of wat ik kan, dan komen ze hier binnenlopen en dan maken we een afspraak of onze bemiddelaars die. Uh, Ga een gesprek met ze aan. En dan moet je je voorstellen dat het hetzelfde gaat. als wanneer je gaat solliciteren ergens. Wat vind je leuk? Uh, wat is voor jou belangrijk uh, om te doen? En dan gaan ze samen op zoek naar een plek uh, die past bij deze persoon. Hoewel vrijwilligerswerk onbetaald is. zijn veel mensen toch bereid zich vrijwillig in te zetten. Wat je eigenlijk ziet, is dat mensen. Nog steeds bereid zijn om voor hun omgeving of voor hun mensen in hun omgeving uh, uh, iets te doen. Uh, alleen ze doen het niet meer altijd via de, de ouderwetse vrijwilligersorganisaties. Daar is het soms wel moeilijk uh, om mensen te vinden die structureel uh, jaar in jaar uit uh, zich willen inzetten voor hetzelfde. Een van dit soort mensen is de 67-jarige Joop Oosterling. Die zich inzet voor wijk voor wijk in Krabbenhof. Wij gaan uh, milieu uh, Dan gaan we overal uh, puiken opruimen en uh, papiertjes op ramen op straat. En uh, een schilderklus hebben we. week zijn we vorige week, zijn we, of van de week zijn we al bezig, dus dinsdag. En uh, ja, dan gaan we een rondje maken, overal. En ondanks dat vrijwilligerswerk onbetaald is, voelen de vrijwilligers zich toch gewaardeerd. Het wordt zeer gewaardeerd. We hebben één keer per jaar hebben we hier ook, uh, dat we dus uh, buiten, buiten werktijd ook een uh, avond hebben. Dus dat we, nou ja, een borrel noem ik dat maar even. En dat is geloof ik over twee weken hebben we weer zo'n gezellige borrel. Maar het wordt ontzettend gewaardeerd. Uh, pas alleen hebben we nog vijf euro voor gehad. Zo van mevrouw die aankwam. Toen zijn mevrouw die kwam naar ons toe en uh, die vond het leuk dat wij te de denken. Dan konden we wat te drinken kopen. Kijk eens van die dingen, dat uh, maakt niet vaak mee. Vanavond worden de Duitse vrijwilligers in het zonnetje gezet in Kunstmin. Dan wordt ook de vrijwilligersprijs uitgereikt.